Overschie heeft zich een feestdos gestoken. Van de meeste huizen wappert de vaderlandse driekleur. En aan de oproep om door versiering van villa's en tuinen het dorp een zo feestelijk mogelijk aanzien te geven, is gul gevolg gegeven. Om 9 uur verzamelden de kinderen zich in verschillende scholen, waarna ze zich in optocht naar het feestterrein begaven. 2 muziekkorpsen liepen in de stoet mee en hielden er een vrolijke stemming in. Tegen 11 uur verzamelden zich op het raadhuis de genodigden voor de officiële opening. In de raadzaal, welke zeer stemmig was versierd, waren vele bloemstukken opgesteld. Te midden der burgemeesters van aangrenzende gemeenten en verschillende vooraanstaande inwoners van Overschie verklaarde burgemeester Bouwman het herdenkingsfeest voor geopend. Na afloop van dit deel van het feest begaf men zich naar het feestterrein waar het gemeentebestuur het noenmaal aanbood. Wat een levendigheid hedenmorgen tijdens de historische optocht. In het Rotterdams Nieuwsblad van 4 september 1929 lezen wij: reeds op het eerste gezicht maakte de bonte kleurenwemeling een alleraardigste indruk. En bij nadere beschouwing kon worden geconstateerd dat de kostuums tot in de finesses zeer goed waren afgewerkt. In de stoet vielen enkele groepen bijzonder op. Met name het grafelijk echtpaar Arnulfus en Lutgarda. In de volgende groep rijdt een vikingschip met meer vrolijke dan vechtlustige Noormannen bemand. Vervolgens de kruisridders, echte ridderlijke figuren, zwaar geharnast, zodat moeilijk te zien was hoe warm zij het wel hadden in de zware kleding. Een plechtig karakter kreeg de martiale stoet waarin Napoleon door Overschie trok. De wereldveroveraar had plaatsgenomen in een statiekaros en naast hem zat, hoofdsbuigend, Marie-Louise.
deelnemers aan de historische optocht hun onder de gegeven omstandigheden moeilijke taak hadden volbracht, was de jury met haar beslissing gereed en werd de ereprijs toegekend aan mejuffrouw C. Lieven, die Marie-Louise op zo voortreffelijke wijze had uitgebeeld. Was op het feestterrein de optocht van gekostumeerde voetballers aangekomen. Zij bezorgden door hun spel de toeschouwers een vermakelijk uurtje. Daarop werd een aanvang gemaakt met het ringrijden. Eerst door de versierde fietsen, toen door de ruiters en tenslotte door de Tilbury's. S'avonds werd het feest besloten met een schitterend vuurwerk dat in de prachtige zoele avond bij uitstek tot zijn recht kwam.